zien jullie wel nog veel kansenongelijkheid dan? Absoluut. Kansenongelijkheid is echt groeiend in Nederland. En ik denk dat het steeds zichtbaarder wordt. Vooral ook nu ten tijde van corona. De verschillen worden schrijnend groter. En dat is, om een voorbeeld te noemen met corona. Het nieuws staat er vol van. Maar als je geen rustige werkplek hebt om thuisonderwijs te doen. Of je ouders spreken de taal niet, waardoor er op jou als kind heel veel op je afkomt om zoveel informatie te verwerken. En waarbij je ook geen steun kan hebben vanuit je ouders. Dan is dat gewoon echt veel lastiger dan dat je in een gezin woont waar dat wel allemaal is. Ja. Kijk, ik denk ook dat kansenongelijkheid een gegeven is. Hè? Dat is er altijd al geweest. En dat zal er ook altijd zijn, ja. Omdat het natuurlijk ook wel echt uitmaakt waar je geboren bent en welke kansen je op dat moment in de basis mee krijgt. Ja, juist ten tijde van corona merk ik hoe belangrijk Petje Af is. Ik denk even inkomen, jongens. Ja, nee, dat is helemaal goed. We kunnen het echt zo vaak overdoen als je wil. Ik ben Beatrice Jansen. Ik ben locatiemanager van Petje Af Breda. Mm-hmm. Petje Af bestaat in het hele land. We hebben heel veel locaties waar we zitten. En in Breda bestaan we met 5 groepen. In verschillende wijken. Petje Af is een aanvullend programma. En we leren kinderen niet vanuit boeken. Dat doen ze op school. En wij gaan ervan uit dat een kind 5000 uur per jaar wakker is. En van die 5000 uur zijn ze 1000 uur op school. Dus ze hebben nog 4000 uur in een jaar om door van alles gestimuleerd te worden. En dat is thuis en dat is in de wijk. En dat is bij vriendjes en dat is op een sportclub. En Petje Af komt in die ruimte. Hè? Dus wij nemen een rol in de ontwikkeling van het kind. Door ze van allerlei dingen te leren buiten de boeken om. Dus wij nemen ze mee in de maatschappij. Dus wij gaan van allerlei dingen doen. En wij geloven dat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Het liefst kijk ik naar kansengelijkheid. Hè? Dat is een mooi begrip, kansengelijkheid, kansenongelijkheid. Waar het mij om gaat is dat ieder kind zijn talent kan ontwikkelen. Ongeacht waar die vandaan komt, wat zijn achtergrond is. En dat is een hele grote uitdaging, absoluut. Het zou mooi zijn als we zouden kunnen zeggen dat we echt al die talenten tot bloei kunnen laten komen. Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er natuurlijk kinderen zijn waar de achtergrond dusdanig is dat die talenten niet altijd allemaal tot bloei komen. Omdat er bijvoorbeeld een taalprobleem thuis is. En als je niet zeg maar van jongs af aan, vanaf je geboorte met de Nederlandse taal opgroeit, dan begin je gewoon al met een achterstand. Dus dan is het gewoon lastiger om dat talent helemaal tot bloei te komen. Nou, een voorbeeld waarvan ik denk van nou, daar is nog te veel kansenongelijkheid, dus daar hebben we wat te doen. Er is best wel veel onderzoek gedaan, hè, naar kansenongelijkheid, kansengelijkheid. En wij hebben ook als INOS laatst een hele inspirerende lezing gekregen van een professor uit Leiden. En die zei, als je nou realiseert dat kansenongelijkheid er gewoon is. Hè? Dus dat het ook daadwerkelijk zo is dat ook al doe je je uiterste best om geen verschil te maken in hoe je kijkt,
Het is gewoon bewezen dat als je kijkt naar kinderen die bijvoorbeeld uit laagopgeleide gezinnen komen, dat je dan bijna intuïtief gewoon heel automatisch denkt, moet ik daar dezelfde verwachtingen van hebben? En dan is het dus belangrijk dat je dat realiseert. En hoge verwachtingen hebben is dus eigenlijk een van de cruciale sleutels. Je moet van elk kind hoge verwachtingen hebben. En om kansengelijkheid te bevorderen, moet je ook ongelijk behandelen. Dat klinkt heel raar, maar moet je dus zeggen, jij hebt dus iets anders nodig dan jij. Ja. Jij hebt dit iets extra's nodig, maar dat geldt voor elk kind. Het ene kind is motorisch heel goed en kan dus bij wijze van spreken van nature over de kast heen springen. En een ander kind heeft net iets meer extra begeleiding nodig om die sprong te durven wagen, letterlijk en figuurlijk. Maar dus je realiseren dat, je dat er dat is. En daarbij altijd dus hoge verwachtingen blijven hebben. Ook al denk je, ik denk dat ik weet hoe het thuis is. Of ik denk dat ik weet. Dat is denk ik wel een hele belangrijke iets om je daar elke dag weer bewust van te zijn. En dus ook kinderen verschillend in aanpak benaderen. Het ene kind heeft gewoon iets anders nodig dan het andere. En dat doen wij volgens mij al best heel goed in het onderwijs. Maar het is denk ik wel heel belangrijk dat je op sommige scholen aan bepaalde dingen gewoon extra aandacht geeft. Omdat kinderen bijvoorbeeld niet op hobby's, betaalde hobby's kunnen. En dan is het heel goed dat wij met elkaar naar mogelijkheden zoeken om dat ook aan te bieden. Of dat kinderen thuis een andere taal spreken en dat je dus extra investeert in taalontwikkeling. Mijn naam is Leo van den Berg. Ik ben voorzitter van de wijkraad in Breda-Noord. Dat is een functie die ik naast mijn reguliere werk doe als vrijwilliger. En samen met een groep andere mensen van de wijkraad en andere vrijwilligers zetten wij ons in om de leefbaarheid in deze wijk te verbeteren en de mensen in deze wijk een leuk leven te bezorgen. Zorg dat het hier in deze wijk leuk en vriendelijk blijft en dat er in deze wijk ook de goede dingen gebeuren. Een van de belangrijkste factoren in onze maatschappij om vooruit te komen is niet alleen de kennis, maar ook je kennissen. Je netwerk is cruciaal. Krijg jij een goede opleiding, en we hebben hier in onze wijk hebben we goede basisscholen, er zit niks mis mee, maar jouw netwerk is cruciaal. Als jij van de waar jij voetbalt, of eigenlijk zeg voetbal, maar welke sport dat jij beoefent zelfs al, zit je op kickboksen of zit je op hockey? Ik kan je verzekeren dat de gemiddelde deelnemer van een hockeyclub een iets grotere kans op de arbeidsmarkt heeft als dat je hier gaat kickboksen. En dat heeft niks met de sport te maken, dat heeft puur te maken met je netwerk. Nee, de vraag is, hoe maak je het beste een vuurtje? Hoe bouw je dat op? Begin je dus, en dan is het antwoord A is, begin je eerst met heel kleine stukjes hout en krulletjes en kleine draadjes en takjes en dan daarna steeds grotere stukjes eromheen? Of is dat B, je pleurt twee hele dikke blokken hout tegen elkaar, je gooit er wat twijgjes op en dat steek je met veel benzine aan? Of ja, dit was B. Dus A was, je begint met heel kleine stukjes en dan steeds een beetje groter. B is twee grote blokken met wat twijgjes en heel veel benzine. Of is dat C, je neemt vier dikke blokken hout die je in een soort van ster tegen elkaar zet. En daarna ga je ze heel hard tegen elkaar wrijven, zodat het vanzelf een keertje in de brand vliegt. A, B of C, ren je! Rot! We zijn eigenlijk een aanvullend programma op het regulier onderwijs. Dus wat wij doen is, de kinderen komen bij ons en ze leren van alles over de maatschappij. Dus ze ontmoeten rolmodellen, we nemen ze naar plekken mee waar ze anders niet zouden komen. Om wat voorbeelden te noemen, de ene keer staan we brood te bakken in een bakkerij en de andere keer mogen we lassen in een staalfabriek. De volgende week komt er een piloot in de klas om te vertellen over zijn of haar beroep. En op deze wijze leren ze dus van alles over de maatschappij in het algemeen. Het is natuurlijk wel gewoon de eerste keer, dus altijd wel spannend. Maar als je echt al even zit en je leert elkaar wel kennen, dan is het wel leuk.
Ik ben IJssen, 15 jaar, zit inmiddels in de derde op de Zenderland. Doe niveau basis, HBR. Ik speel veel spelletjes met vrienden, broertjes, zusjes. Ik speel wat buiten, zit op voetbal, ben keeper. Ik wil later iets doen met social worker. Ik heb 5 jaar op patch afgezeten en dat bevalt me eigenlijk wel. En toen zei mijn moeder, als je dat doet, doe dan social work. Mijn moeder die heeft dit gehoord van school. Uiteindelijk heeft ze mij daarop ingeschreven en ben ik daar zo terecht gekomen. Waar zijn jullie bijvoorbeeld allemaal geweest? Bijvoorbeeld bij het Schillenhuis. Albert Heijn ook en ook museum. Wij zijn ook nog, je gaat niet steeds ergens naartoe, maar je krijgt ook soms een gastdocent, zoals een burgemeester of zoiets. En wat hebben jullie allemaal geleerd van het petje af? De beroepen. Wat voor beroepen er zijn. Dus sommige beroepen dat je denkt dat bestaat gewoon niet. Maar daar heb ik ook wel wat van geleerd. En ook wat we doen bij de beroepen. Ja, oké. En weten jullie dan nu ook al wat je later wil worden? Ja. En wat is dat? Architect. Architect? Ja. Ja, ik ook hetzelfde. En ik wil ook wetenschapper en architect. Na de eerste week komt er een gastdocent langs. Die gaat dan vertellen, meestal over een beroep. Mijn eerste blok was toen theater, dus kwam iemand van het theater, kwam me iets vertellen. Nam een paar spulletjes mee om te laten zien wat het allemaal was. Dan de tweede keer ga je ergens heen wat ermee te maken heeft. In dat geval ging ik naar het Stassé Theater. En dan de derde week ga je vertellen wat je allemaal geleerd hebt, hoe het eruit zag. En uiteindelijk heb je de vierde week dat je dan iets leuks gaat doen. Ik ben heel erg van mening dat, dat een verrijking van een verrijking van dat wat je mee kan krijgen binnen je jeugd. Dus een zo'n breed mogelijk aanbod van wat er allemaal te halen is in deze mooie maatschappij. Dat uiteindelijk heel erg ten goede komt van jou als gelukkig mens. Om jezelf echt te mogen en te kunnen ontwikkelen tot diegene die jij graag wilt zijn, ben ik van mening, en zo ook petje af, is dat je aan heel veel dingen moet ruiken, snuffelen, proeven, op je bek gaan, fouten maken, ook ontdekken van wat je minder leuk vindt. Dus echt die wereld intrekken. Op heel veel plekken komen is volgens mij cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. En dat is echt wat we kunnen doen bij Petje Af. Toen zei je, maakt niet uit! Hallo, pak ze even wat je wil dan. Beetje boter. We weten ook allemaal dat er dan wel wat getest wordt van wat is nou geschikt onderwijs voor je. En, dus het is gewoon heel belangrijk dat al die talenten echt aan bod zijn gekomen in, in die voorschoolse periode, in dat primair onderwijs, zodat die overstap naar die nieuwe fase gewoon zo goed mogelijk gemaakt kan worden en dat het ook echt past bij datgene wat ook wel bij het kind past. Dus daar hebben we allerlei programma's op. Deze wijk kent heel veel mensen die het niet zo makkelijk en niet zo breed hebben. Het is geen villa-wijk, het is een wijk waar eigenlijk gewoon gewone mensen wonen. Met de nodige beslommeringen, de nodige problemen ook. Het is een, wat ze dan noemen, een multiculturele wijk. Veelkleurig zeggen wij altijd maar. Een wijk ook met heel veel jongeren die het best moeilijk hebben om in onze maatschappij een kans te krijgen. Voor sommige jongeren omdat ze een moeilijke naam hebben. Helaas is het in onze maatschappij nog steeds zo
dat er iets van discriminatie is, zeker op de arbeidsmarkt. Daarnaast ook de verleidingen in deze wijk om het foute pad op te gaan zijn ook redelijk groot. Ja, en je moet je voorstellen dat als je van huis uit niet al te veel meekrijgt in, ja, in ontwikkeling, dat je ouders zeg maar van verre komen of laag opgeleid zijn, is het vaak net ietsje moeilijker om in deze maatschappij mee te komen. Ik denk dat we wel steeds beter weten van waar wat bijvoorbeeld wijken zijn, buurten zijn, waarvan we denken van nou, daar hebben we gewoon extra inzet op nodig. We hebben gelukkig ook steeds meer gegevens, hè, over kinderen. We zijn ook steeds beter in staat om dat op een goede manier uit te wisselen. Van nou, wat weet jij nou eigenlijk van of die buurt, of die straat, of dat gezin, of die gezondheidssituatie. Dus daar kunnen we een steeds gerichtere aanbod op doen. We gaan dat ook echt met Verbeter Breda in de komende tijd ook nog meer in de Hoge Vught doen. Omdat dat toch ook wel een kwetsbare wijk is. En dan gaan we wel steeds meer ook samen met de scholen, wat we eigenlijk altijd doen, met de buurt kijken van wat is hier nou nodig? Hoe kunnen we die kansengelijkheid echt vergroten, zodat die talenten meer aangeboord gaan worden. Dus we gaan ook echt een talentenprogramma voor jongeren in de wijk neerzetten. Niet alleen maar richten op de problemen. Natuurlijk zijn ze er. Natuurlijk moet je dingen die niet zo goed gaan, moet je wegwerken. Maar vooral ook investeren in die talenten van de jongeren. Want ieder kind heeft ze. Soms moet je ze wat zoeken. Soms moet je wat stimuleren. En wat we natuurlijk allemaal heel goed weten, en daar doen we ook echt vanuit het programma Gelijke Kansen heel veel inzet op, van it takes a village to raise a child. En daar maken we echt werk van. En hoe denk jij, hoe vind jij dat Breda omgaan met de kansenongelijkheid? Niet goed. Het is wel iets beter. De bewustwording daarvan in Breda is groter geworden. Maar we hebben in Breda een vrij sterke tweedeling tussen rijke gebieden en arme gebieden. En ja, dat heeft zo zijn consequenties. He? Er is ooit een burgemeester geweest die Breda Noord kenschetste als die lelijke puist boven de spoorbaan waar je niet wil wonen. Nou, zo erg is het beslist niet, want bijna het grootste deel van de mensen woont hier echt met heel veel plezier. Maar er is echt wel een tweedeling in Breda. Dus we zien dat die kansenongelijkheid steeds groter wordt. Waardoor ik zelf persoonlijk heel erg gemotiveerd ben om zoveel het mogelijk is, ook nu ten tijde van corona, petje af, binnen alle maatregelingen door te laten gaan. Zodat we ze die afleiding kunnen bieden en dat we ze even uit dat huis kunnen halen. En zodat we ze eventjes een frisse neus, want we doen alles buiten. Ja. Dat is denk ik ook waarom het nu wat meer ook in de media is. Hè? Omdat het heel schrijnend duidelijk werd. Ja. Dat als je inderdaad de scholen sluit, waar in de scholen het gelukkig alle kinderen dezelfde dingen tot hun beschikking hebben, maar kinderen zijn aangewezen op wat ze thuis hebben, dat het inderdaad soms afhangt van ik heb geen internetverbinding, ik heb geen laptop of ouders kunnen mij niet helpen. Nou, wat we daarin gedaan hebben, dat is denk ik ook wel het mooie van Breda. Wij hebben als alle scholen in Breda samen met de gemeente samengewerkt om te zeggen, om in beeld te brengen, nou, welke kinderen hebben we nou in beeld, die, waar het net wat moeilijker is om het online of afstandsonderwijs ook groei door te maken, terwijl de scholen gesloten zijn. Corona was nog maar nauwelijks vorig jaar begonnen en wij hadden het daar al over. Iedereen had het nog over dat er opvang moest zijn voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. Ook hartstikke belangrijk. Maar in Breda waren wij al heel snel op het spoor van, ja, maar we hebben ook kwetsbare kinderen. En als wij nou gewoon onze kennis en ervaring die we hebben heel snel bij elkaar stoppen, dan hebben we die snel in beeld. En dan kunnen we ook echt heel snel in actie komen om hen wat extra's te bieden. Nu er zoiets heel belangrijks als kinderopvang of als school stilvalt. Dus die hebben we gewoon heel snel in beeld gekregen. En hebben we ook echt snel een aanvullend programma op kunnen ontwikkelen. Dus natuurlijk hebben alle kinderen hebben geleden onder de coronatijd. Dat is hartstikke waar. Maar ik ben ook eigenlijk wel heel trots op hoe we die, dat toch hebben weten te beperken met elkaar. En doordat we echt goed in contact waren met de gezinnen, met de ouders en met de kinderen, hebben we ook snel in beeld kunnen krijgen welke kinderen dat heel hard nodig hebben.
En is dat eigenlijk best heel snel gelukt. Dus het is of door de stichting zelf, of met hulp van andere stichtingen of bronnen, is het gelukt om kinderen die middelen te geven. Ja. En als Ingels hebben wij ook wel heel bewust, hè, ook in het kader van kansengelijkheid, ervoor gekozen om naast de algemene definitie van kwetsbaar en de leermiddelen ervoor te kiezen om als scholen het gevoel hadden, nou, dat kind heeft dat net een beetje extra nodig. Ja. Of voor dat kind zou het goed zijn om 2 dagdelen naar school te komen om net een beetje op weg geholpen te worden. Ja. Die hebben wij in de eerste lockdown ook nog een aantal dagdelen naar school gehaald. Okay. Om toch ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk kinderen in beeld hielden, dat ze met hun ontwikkeling bezig konden zijn. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds verschillen waren. En die zijn pijnlijk duidelijk geworden, dat klopt. Dat zou ik het allermooist vinden, dat er gewoon wijkscholen zijn waar alle kinderen uit die wijk door elkaar, want goed onderwijs hebben we overal in Breda. Of het nou van Inos is of van een andere stichting, maar dat de kinderen nog veel meer dat samen opgroeien en samen naar school gaan. Dat zou ik zelf ook een hele mooie vinden naast dus die wijkbenadering in het samenwerken met alle partners. Juist omdat het zo belangrijk is dat kinderen voelen dat ze kind mogen zijn. En dat ze hun mogelijkheden hebben en dat ze niet al meteen het stempel hebben. Ik ben een kind uit die wijk of ik ben een kind met die ouder of ik ben een kind met die kleur. Nee, ik ben gewoon een kind. Ja. En ik kan iets. En ik kan misschien nog wel veel meer dan ik ooit had gedacht. En daar moeten wij met elkaar in samenwerken om een kind dat met dat beeld te laten opgroeien. Ik denk als een kind bij Petje Af 3 jaar allerlei dingen kan zien van de maatschappij die hij anders niet zou zien, denk ik dat dat hem of haar echt helpt in het ontdekken van zijn of haar talenten. Waar ben ik eigenlijk goed in? Waar ben ik geïnteresseerd in? Wat kan ik wat minder goed? Wat vind ik spannend? Maar als ik het doorzet, durf ik het toch wel. Dus echt die persoonlijke vaardigheden, dat je een sterker persoonlijkheid kan maken. Maar ook op de iets wat kortere termijn een betere keuze voor jouw richting te maken. Hè? Dus als je veel meer inzicht in hebt wat er eigenlijk allemaal is, kun je veel beter je keuze maken. En op de lange termijn ben ik echt van mening dat het ten positieve invloed heeft op je zelfvertrouwen. Ja. Dus je weet wat je kan. Je weet dat je ook fouten mag maken. En je weet dat proberen alleen maar leuk is. En proeven aan dingen die je eigenlijk niet kent. Ja. Breda Nu.